De arbeidsbemiddelingswet 2016 is gewijzigd. De Nationale Assemblée heeft gisteravond het wetsvoorstel houdende bepalingen met betrekking tot de arbeidsbemiddeling met algemene 35 stemmen aangenomen. Dit gebeurde na twee openbare commissievergaderingen. De wet wordt na 53 jaar gewijzigd en de overheid krijgt als nieuwe wettelijke taak mee om werkzoekenden en werkgevers bij elkaar te brengen en de werkgelegenheid te bevorderen. Met deze wet wordt de wettelijke basis van arbeidsbemiddeling fundamenteel hervormd. Met de nadruk op meer gecontroleerde vrijheid voor arbeidsbemiddelende organisaties, gedragscodes voor bemiddelaars en werkgevers en rechten van werkzoekenden. Arbeidsbemiddeling heeft de bedoeling om werkloosheid tot een minimum terug te brengen. DNA-voorzitter Jenny Simons is blij met de vlotte afwerking en wijziging van de arbeidsbemiddelingswet. Ik heb geluisterd naar de openbare commissievergadering, waarin ook de leden van de commissie behoorlijk zijn ingegaan op de vraagstukken die zij zagen en de voorstellen. Bijna alles is overgenomen, niet alles, maar de commissie en de minister hebben elkaar kunnen vinden. En dat heeft dan weer geleid tot een efficiënte plenaire vergadering, waarin toch nog een aantal belangrijke punten naar voren zijn gebracht, zowel door commissieleden als andere leden. En dat is waar we naartoe willen. Ook de schorsing over zeg maar de wijzigingen die nog moesten worden aangebracht, heeft niet lang geduurd. Dus we werken hier naartoe en ik bedank alle leden, de commissie, alle andere leden, voor een efficiënte vergadering en ook de regering. Gefeliciteerd. Ik denk dat we weer een stap hebben gezet op weg naar betere arbeidswetgeving om onze werkende klasse te beschermen. En zoals al is gezegd, zeker in deze lastige tijd, maar ook voor de toekomst en misschien juist vooral voor de toekomst wanneer er weer werkgelegenheid komt, dat toch alle arbeidswetten in place zijn om de werkende mensen in Suriname te beschermen en op de beste manier te ondersteunen. Commissie van rapporteursvoorzitter André Misikaba zegt dat het de zesde arbeidswet is die aangenomen is. Hij roept de regering, CQ het ministerie van Arbeid, op om de unit arbeidsbemiddeling te versterken. Want, zegt de parlementariër, we willen geen enkele Surinamer zonder werk zien. Dat men op pad gaat ter versterking van de unit van arbeidsbemiddeling. Dat is toegezegd door de minister. Maar vooral ook dat wij samen met de regering een moment gaan zoeken om te praten over de arbeidsinspectie. Ik blijf daarop hameren, omdat bij elke wet die we hier aannemen, zoals een lid van de commissie dat heeft verwoord, is het meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden toekennen aan de arbeidsinspectie als inspectieorgaan, die erop moet toezien dat vooral de handhaving van de wet gestalte heeft. Dus we kijken uit naar dat moment om samen te kijken hoe wij arbeidsinspectie kunnen versterken. Allerszins financieel, maar ook mankracht, instrumentarium enzovoorts. Als noodzakelijke stap om de basis te leggen op het gebied van de passieve arbeidsbemiddeling. Daarom zei ik net noodzakelijk, omdat dat niet voldoende is om het ultieme doel te bereiken. Dat is dus inderdaad ervoor te zorgen dat wij een stukje ontwikkeling, welvaart en welzijn tot stand brengen die op een verantwoorde wijze, zoals de regering beoogt, te bereiken. En we weten ons gesterkt door hetgeen dat geachte lid Misikaba net gesteld heeft, dat inderdaad wij reeds in het eerste stadium gezegd hebben dat wij die uitnodiging vanuit het college verwoord door de Misikaba aanvaard hebben om dat flankerend gedeelte van het beleid erbij te krijgen. En wellicht is daar het moment over een paar weken, wanneer ons ontwikkelingsplan aan de orde komt, dat wij daar verwoord zullen zien hoe wij als regering denken de arbeidsmarktpolitiek in te vullen in het kader van de ontwikkeling tot stand te brengen. Dat was minister Suwarto Mustaja van Arbeid en daarvoor NDP-fractieleider André Misikaba. Ze spraken gisteravond in DNA
in verband met de aanname van de arbeidsbemiddelingswet. Het wetsontwerp werd met algemene 35 stemmen aangenomen.